Heb je een leuke stelling? De Hot Coffee Show. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering, episode de grande van Hot Coffee Show. De show waar jouw hete stellingen altijd behandeld worden door de redacteurs van Gamersnet.nl. Elke donderdag. Naast me zit Lennart, ik ben Peter en Lennart probeert elke keer wat te zeggen, maar het lukt hem niet omdat ik elke keer weer doorlul. Is dat erg? Soms een beetje, maar ik ben dan ook een aandachtvragend, vervelend ventje. Welkom, Lennart. Dat was echt een hele goede impressie van Ferry Mingelen. Hey, jongens, ik ben geen cijfer. Fetischist. Nou, en tussen die twee uitersten gaan deze onderhandelingen. Ja. Oh. Mengelen. Of, welke Mingelen heet hij? De een is die nazi-arts en de ander is een deze parlementair verslaggever. Ja. Maar ja, wat het verschil. Oké, alle kijkers zijn weer weg. Bedankt dat je het weer lekker gearrangeerd publieke omroep ik zijn nazi's erbij. Daar, raar maar waar wordt er ook gewoon door. Nazi's. En maar waar. Ja. Hoe is het? Goed. Ja. Met jou? Prima. Mooi. Goeie week. Ook uit. Ik heb goede week ook. Echt leuke weken. Ja. Het is heerlijk. Er zijn dingen aan het gebeuren. Anywho, we hebben vorige week om stellingen gevraagd. Er waren vorige week wel een beetje salty. Daar geef ik ook toe over het gebrek aan stellingen. Ja. Maar ja, Tom en jij, dat is zeg maar een grote berg salt. Daarom ben ik er ook bij voor de gemoedelijke guitigheid. Voor de gemoedelijke guitigheid. Ik ben nooit salty. Nee, inderdaad. Nou, ik was wel kwaad een beetje op het aantal dat er twee stellingen waren. Want dat was ik, maar dat hebben jullie ruimschoots goed gemaakt, want er zijn heel veel stellingen gedropt. Ja, en even voor de mensen die nu teleurgesteld zijn dat hun stelling niet behandeld worden, namelijk over end of the year content, dat komt al goed. Ja, inderdaad. Daar hebben we heel veel toffe items over gemaakt. Ja. Dus dat gaan jullie allemaal ongetwijfeld nog zien de komende weken op gamersnet.nl. Dus de stelling van hoe was je gamejaar, daar gaan we al ruimschoots beantwoorden de komende weken. Ja. Dus we hebben voor een andere stelling gekozen van Chillos. Chillos was ook salty dan weer tegen ons. Van ja, ik heb al heel vaak stellingen aangeleverd, maar die hebben jullie dan niet behandeld. Dat klopt. Maar deze week wel. Inderdaad. Ja. En het was een best wel leuke. Het ging over, Peter is nou de precies aan het opzoeken, maar het ging over... dat er meer creator modes moeten zitten in games. En ik vond het oprecht een best wel goeie eigenlijk. Ja, meer games moeten een creator mode toevoegen. Ja. En, wat zeg jij? Ja of nee? Nou, nee. Ik zit er niet zo op te wachten. Ja, ik PvdA, dus ik kan mijn mening 180 graden draaien. Oh, jij ook nee? Oh, ja. Dus ik ga voor heel leuk. Nee, ik ga voor ja. Oké. Okay. Dat zei ik, dat zei ik. Oké. Dus, creator mode, ja, nou, ik vind van wel, want... waarom? Ontwikkelaars, die werken in een team, die hebben maar een bepaalde limiet aan hun... Wil je even je telefoon aanzetten? Ja, dankjewel. Die hebben een bepaald limiet namelijk aan hun creativiteit. En als je een enorme fanbase, een enorm spelersbase hebt, dan heb je daarbij dus ook veel meer creativiteit. Die hun ideeën dankzij creator mode in een game kunnen stoppen. Wat je ziet bij super vette filmpjes, bijvoorbeeld bij de GTA Online creator mode. Ja. Nee, is waar. Ja. Ik geef je ook helemaal gelijk. Het kan ook wel. Alleen ja, we moeten de stelling, die pakt hij heel breed. En er zijn inderdaad een aantal games waar het wel fijn is, zoals GTA Online. En Planet Coaster is een heel goed voorbeeld. Super vette attracties worden er gemaakt door mensen die je gewoon één keer in je park kan zetten. Maar zo zijn er meer voorbeelden van... shooters games. Ook, Doom en zo, die kun je ook allemaal de shit doen. Uh-huh. Maar hij zegt meer creator modes. Kijk, ik vind het bij de games waar het nu is, vind ik het prima. Maar voor mij hoeft er niet een invasie aan creator modes in de games. Want kijk... Nee, dat moet je ook zeker niet hebben, natuurlijk. Het staat bij een Skyrim, staat het ook totaal niet om daar een creator mode te halen. Waarom eigenlijk niet? Trouwens, best wel. Nou, ja. Lijkt me best wel vet om daar ook een soort director studio, wat je ook bij GTA Online hebt, om dat er ook bij te stoppen. Nou, ik ben meer, ik ben meer als... Kijk, die ontwikkelaars proberen een verhaal te vertellen met hun games. En ik vind, dat geef je wel echt af aan je community als je daar een creator mode bij gooit. Ja, maar dat creator modes zijn in games waar het verhaal of niet belangrijk is, of de omgeving niet relevant is voor het verhaal. Ja, en ik vind heel veel mods ook helemaal kut. Ik bedoel, ik game meer dan eens met Koen, dat ik maandag aan het streamen, hè. Dan gamen wij meer dan eens Left 4 Dead 2 en dan zegt Koen altijd... Ja, je moet die mods downloaden van de community, want die zijn super vet. Want dan heb je opeens een guy die eruit ziet als een Predator of als een Ezio Auditore da Firenze. Ik vind het helemaal kut.
Ja, maar wat je nu doet is één hele grote cruciale fout. Je haalt mods en creator mode door elkaar. Ja. Mods zijn geen creator mode. Nee, dat is waar. Een creator mode is een toegankelijke mod. Ja, gewoon een toegankelijke mod. Waarbij je zelf in-game, wat er al ingebouwd zit, gewoon shit kan maken. En niet op een andere volgorde kan zetten. Ja, of gewoon een beetje de omgeving kan aanpassen. Dat je gewoon bepaalde boompjes, huisjes, gronddingen hebt waardoor je een eigen map kan maken. Wat super vet kan zijn als je in bepaalde shooters al 100.000 keer dezelfde map hebt gehad. En je wil gewoon een keer in een nieuwe omgeving schieten. Ja. En er komt niet snel genoeg DLC uit. Of het is te duur, of je hebt er geen zin in. Of het is helemaal kut. Dan kun je gewoon in creator mode zelf een super vet. Ja, maar Instinct. Die had een hele vette creator mode. Weet, het probleem is, het goede voorbeeld is denk Little Big Planet. Die had ook een creator mode. Die veel te uitgebreid was. Maar het kut is, als je een creator mode maakt die heel erg toegankelijk is, dan kun je weer niet hele vette bijzondere levels maken. Dus dat is ook weer moeilijk. Hoe moeilijker je de creator mode maakt, hoe vetter de dingen kunnen die eruit komen. Maar als je het heel simpel houdt, dan vind ik, ja, ik vind eigenlijk meestal de maps van de ontwikkelaar zelf gewoon het vet. Daar zit gewoon meer een idee achter vaak. Oké. Grote jongen die fuckt met Tatooine in Battlefront. Volgende vraag. En hiermee ga je of over naar mijn standpunt, of je gaat jezelf in je voet schieten. Oké. Super Mario Maker. Go. Er is bijna geen enkel level gemaakt door de community Super Mario Maker die zo leuk is als het gamers level. Als het gamers level zo heel vet. Zoek hem op. Maar het is heel leuk. Maar dan nog, het probleem met Super Mario Maker vind ik juist dat het niet voelt als een game. Omdat de levels die je speelt gemaakt zijn extern. En die vind ik vaak minder tof dan de games uit Super Mario 3D World of Super Mario Wii U of whatever. Die zijn vaak vetter. Daar ben je niet mee eens? Nee. Oké, ik wel. Dat zijn van die levels die je dan binnen een minuut moet voltooien. Dat er 100.000 vuren om je heen zit. Dat je precies binnen 1 centimeter moet springen. Ik snap dat het vet is voor een keer, maar daar bouw je geen game op. Ja, blijkbaar dus wel. Want nee, blijkbaar wel. Dat zijn dezelfde mensen die Super Meat Boy spelen. Die mensen mag ik niet. Dus jezelf zo wil pijnigen dan... Maar, nou, dan ga je meteen helemaal naar de slechte kant. Want echt niet iedereen gaat van die mega moeilijke levels maken. Zijn of ze zijn te makkelijk, of ze zijn te moeilijk, of ze zijn goed. Nou, die paar die goed zijn, die zijn al goed. Maar hoe vind ik die? Vaak komen die dan weer wat minder hoog in de rankings, de nuance levels. Het zijn altijd extreme levels die overkomen in de rankings. Nee, man. Oké. Heb je de game überhaupt wel gespeeld? Tuurlijk, man. Super Mario Maker is fucking awesome. Om te bouwen, maar niet om andermans levels te spelen. Dat is dus ook een kant van creator mode, dat het leuk is om te bouwen. Nou, oké, ik vind dat. Ik vind serieus, een gewone Super Mario Wii U vind ik vetter dan Mario Maker levels. Zullen we het afronden? We gaan het afronden. Maar, ja, oké. Goed. We vechten het straks wel uit. Ja, met geweer en messen. Echt? Ik neem het geweer. Ik neem, oké. Bedankt voor het kijken deze week naar de Hot Coffee Show, waar we iedere week jullie stellingen beantwoorden, of tenminste het erover hebben. En de vraag is natuurlijk of je een leuke stelling hebt. Ik heb geen leuke stelling, jullie pas wel. Nee, maar dan ga jij nu doorpraten. Oké, okay. Nee, ja, jullie hebben ongetwijfeld leuke stellingen. Jullie hebben al heel goed je best gedaan bij de vorige Hot Coffee Show. Jullie hebben al heel goed je best gedaan bij de vorige Hot Coffee Show. Er waren fucking veel goede stellingen gedropt. Dus laat het ook vooral weten. Ook bijvoorbeeld toekomstgericht van wat gaan we in 2017 zien, bijvoorbeeld. We hebben geen items over. Nee, hey. Inderdaad. Dus dikke hint van mijn kant. Ja. Nee, oké, helemaal goed. Ja. Laat het achter in de reacties. En super like en like op Tinder. Ja, en, precies. En, like me op Super Tinder. Ja, en op Grindr. Tot volgende week. Oké. Haha. Zo.